Een van harte goeiedag kijkers en welkom bij deze COVID-19 update van ATV. Het is alweer de 30ste aflevering en natuurlijk vandaag is 1 mei Wrokoman Day. Dus we gaan kijken hoe is het met de Wrokoman gesteld. Maar voor ik mijn gast aan u bekend maak, wil ik u nog even de updates van de website even doorgeven. En als we kijken naar de website covid19.sr, lezen we het volgende. Nog steeds 10 personen positief getest op het COVID-19-virus. 8 zijn inmiddels genezen, heel goed nieuws. 1 persoon is helaas overleden en 285 personen zijn in quarantaine momenteel. Wel weten we nog niet hoeveel mensen wonen in Tjabu Tabiki, het dorp die in quarantaine is geplaatst door de overheid. Omdat binnen dat dorp er personenverkeer is geweest met het andere dorp aan de Franse kant. Tjabu Tabiki staat aan de Surinaamse kant van de Marowijne rivier. En er is contact geweest met personen in het dorp Gran Santi, die ook onder quarantaine is geplaatst door de Franse regering. En de overheid wil geen kans nemen en het dorp is onder quarantaine geplaatst. Omdat we dat heel COVID gebeuren toch gecontained moeten worden. En zoals u heeft gelezen, heeft gehoord in de media, zijn toch wel de grenzen die ons zorgen baren. Daarom is ook het hele gebied in een 24-hour lockdown geplaatst. En onze gast vandaag is Armand Sunder, vakbondsleider. Ik zei het eerder in mijn betoog eerder dat we gaan kijken hoe het is gesteld met de Wrokoman binnen deze COVID-19 gebeuren. Omdat, ja, zijn de mensen die ook aan de voorfront zijn. Wij zijn hier bij ATV ook Wrokomans. We werken ook nog steeds op 1 mei. Dus ja, hoe is het gesteld met de Wrokoman? Maar voor we naar die vraag gaan, vragen we toch altijd, hoe ervaart u dit allemaal persoonlijk? Nou, het is een pandemie op wereldniveau. En die dingen kom je niet elke dag tegen. De laatste die dateert van 1917. Dus dat is al een hele tijd geleden. En nu worden wij in deze moderne area waarin wij leven, worden we mee geconfronteerd. En we hebben altijd zo trots gekeken naar de globalisatie. En we hebben altijd verteld dat de wereld een groot dorp is geworden. Nou, dit zijn de consequenties. Als er een ziekte uitbreekt, dat hele dorp in paniek raakt. En dus de risico's zijn groot. Maar volgens mij gaan we morofara. Mijn versteerde Wrokoman, tapadedisi. Want die deed de Wrokoman. Ja. Ja. Oké. En heeft u werksituatie moeten aanpassen? Ja, absoluut. De vergaderingen zijn veel minder geworden. Je mag dus 1,5 meter afstand. In Suriname hebben we het zelfs naar 2 meter gebracht. Maar internationaal praat men nog van 1,5 meter afstand. En dat wil zeggen dus dat zelfs een vergadering van 20 personen kan je niet meer houden. Precies. Maar er zijn dus wel moderne mogelijkheden zoals Zoom en Microsoft Team. Ja. Kan je ook wel gebruiken. Maar face-to-face contact is altijd het beste. Het sociale gaat nu eruit. Ja, precies. Het sociale gaat nu eruit. En dan komen we dus op het culturele aspect en het sociale aspect van die COVID. Ja. Onze manier van omgaan met elkaar moet helemaal veranderen. En denk gaat je dat ook helemaal veranderen. Het blijvend ding zal zijn. Het gaat waarschijnlijk een blijvend ding zijn. Vanwege het feit dus dat wij nog niet weten waar dit virus vandaan komt. In de eerste plaats. Bovendien is er geen vaccin er nog voor. En last but not least gaat dit virus een enorme impact hebben op de wereldeconomie. En dat gaat nog komen. En ook voor de Surinaamse economie gaan de gevolgen dus nog komen. Ja, die zijn er al, maar ik denk dat we aan het eind toch wel de rekening, als we de rekening zullen opmaken, dat het toch wel desastreus zal zijn. Nu al voelen we het. Eigenlijk waren de gevolgen al voelbaar en zichtbaar voordat dat virus Suriname had bereikt. Ja. Vanwege het feit dus dat de olieprijzen in elkaar zijn gedonderd,
van $60 per barrel naar beneden de 20. Ja. En het heeft dan, had dan gelijk gevolgen voor staatsolie, ja. Het juweeltje in de Surinaamse economie. Ja. En uiteraard als staatsolie wat problemen heeft, dan heeft ook de overheid wat problemen. Ja. Vanwege het feit dus dat die overheid zo nauw gekoppeld en betrokken is bij dat bedrijf. Ja. En ja, de Wrokkerman vandaag is 1 mei. Een heleboel Wrokkerman, niet zo plezierig als alle anderen. Voor wat het waard was, gezien alle zaken die we in het verleden hebben gehad. En vandaag 1 mei. Binnen het COVID gebeuren. Wat is de positie van die Wrokkerman? Ja, nou kijk, voor 1 mei is het al een disaster. Je kan niet eens een manifestatie houden. Stel je voor dat je een 1 mei demonstratie zou willen houden, dat kan niet. Een manifestatie kan niet. Niet eens een visa voor die Wrokkerman kan. Dus je moet het moeten doen met een verklaring en dergelijke. Om op die manier die Wrokkerman te bereiken. Ja. Maar je bereikt die Wrokkerman in zijn algemeenheid niet in een allerbeste stemming. Precies. Ja, om twee redenen. In de eerste plaats vanwege een behoorlijke afname van de koopkracht. Als gevolg van de waardeafname van de Surinaamse SRD. Dat is al een paar weken aan de gang. En in de tweede plaats vanwege het feit dus dat we nu een partiële lockdown hebben voor Suriname. En voor het gebied in het zuiden dat u daar noemde een gehele lockdown. Ja. Maar die partiële lockdown heeft al enorme consequenties voor de Surinaamse economie. Omdat allerlei bedrijven dicht zijn in de horeca, ja. In de entertainment... In de reizenindustrie, et cetera, casino's. En dat heeft allemaal consequenties voor die Wrokkerman. Omdat sommige Wrokkermans die hebben 1 maand salaris meegekregen. Dus dat wil dus zeggen dus dat eind april hebben ze nog geld. Maar de maand mei gaat een hele onzekere maand worden voor tal van Wrokkermans. Ja. Die geen geld hebben en dan een nog grotere groep die zich afvraagt wat gaat er dan met mij gebeuren, ja. Na mei. Dus er zal eigenlijk op korte termijn een oplossing moeten worden gebracht voor die Wrokkermans. Kijk, er wordt geweldig hard gewerkt en met veel succes ook aan het gezondheidszorggedeelte van die COVID. Ja. Dan heb je het veiligheidsaspect, dat is ook erg belangrijk. Maar het economische aspect, dat is zeer onzeker. En precies, dat is het probleem, want een heleboel bedrijven kunnen hun mensen ook niet meer uitbetalen, omdat ze ook geen inkomsten hebben. Ja, maar niet alleen mensen, een heleboel inkomsten. Mensen hebben geen salaris ontvangen voor april. Ja, dat is een groot probleem. En die mensen moeten worden bijgestaan. Bijgestaan in eerste instantie door de overheid. Maar de overheid heeft zelf liquiditeitsvraagstukken, heeft een behoorlijk begrotingstekort en nu zou er nog meer bij moeten komen. In feite zou die overheid met een supplementaire begroting moeten komen en daaruit de financiering moeten doen, een soort overbruggingsfinanciering. Kijkt u, nu blijkt dus ook hoe zwak het Surinaamse bedrijfsleven in zijn algemeenheid is, want normaal gesproken zouden bedrijven toch wel een behoorlijke reserve moeten hebben, dat zij 3, 4, 5, misschien 6 maanden gewoon zouden kunnen doorgaan. Maar als na 1 maand of 2 maanden dat je zegt dus dat er geen geld meer is in kas, geen reserves meer, dan moet je wel even achter je oren krabbelen. Ja, dus eigenlijk, het is gewoon een eigenlijke afspiegeling van die hele Surinaamse economie. Ja. Zowel bij de overheid als bij particulier bedrijfsleven. Dat klopt. En kijk, belangrijk is natuurlijk de solution. Hoe ga je dat aanpakken? Precies. Je moet beginnen om bij elkaar te komen. Dus een sociale dialoog, tripartiet. En daar zullen we de problemen moeten bespreken. En dan zullen we directe oplossingen, of oplossingen voor korte termijn, oplossingen voor middellange termijn moeten bespreken. Welke oplossingen zoal? Want de overheid heeft wel aangegeven dat
vooral bedrijven zich kunnen registreren en dat er een fonds komt, want er is ook een wet aangenomen die ook in een van die artikelen aangeeft dat er een fonds, een pot gemaakt zal worden die vooral gevoed zal worden door de staatsbedrijven. Hoe ziet u dat gebeuren? Binnen hoeveel termijn? Want de gevolgen zijn nu al, de mensen voelen het nu al. Ja, het had eigenlijk al gisteren moeten gebeuren. Kijkt u, het is nieuw voor Suriname, maar het is niet nieuw voor de wereld. Deze oplossingen die zijn al in tal van landen gedaan. China, Europa, Amerika. En wij moeten toch wel beseffen dat dat fonds eigenlijk gisteren moest beginnen met werken. Een fonds creëren is namelijk niet zo complex. Maar dat het werkt en dat de mensen weten dus dat ze worden opgevangen. Dat zij brood op de plank kunnen zetten. Dus dat fonds moest eigenlijk liever gisteren dan morgen operationeel moeten zijn. En dan gaat ook blijken dus dat dat fonds, dat de middelen veel te beperkt zijn. Ja. Dat zie je dus ook aan de middelen die in de fondsen worden gestort in grote landen, waar soms bedragen van 350 miljard, dat die onvoldoende blijken te zijn en dat men dan weer nog zo'n dotatie aan zo'n fonds moet gaan doen. Ja, maar je lidmaatschap als land aan die diverse internationale fondsen, denk dat al die fondsen wel een pot hebben die landen in nood wel steunen. Heeft Suriname tenminste een beroep gedaan op die fondsen om toch wel een beetje te trekken om de zaken op orde te krijgen? Ja, ik denk het wel. Het is alleen niet gepubliceerd. Zeker het IMF, het IDB, Caribbean Development Bank, American Development Bank. Maar ik denk dus dat de Surinaamse regering ook binnenshuis moet bekijken. Mm-hmm. Kijk, grote bedrijven zoals IAM Gold en Miriam, die halen toch behoorlijke winsten. En nu dit land waar ze de winsten vandaan halen, problemen heeft op alle linies, dan moet de overheid dus ook bij hun aankloppen om een steun in deze moeilijke tijden. Weet u of dat al gebeurd is? Nee, ik ben er niet van op de hoogte op dit moment. En ja, toen we deze afspraak maken voor dit programma, was u nog geen directeur belastingen. We kregen het nieuws dat u per vandaag directeur belastingen bent geworden. Voorwaar een heel grote taak. Vanuit uw positie als vakbondsman begrijp u het als geen ander. Hoe gaat u geen ander dat bijvoorbeeld dat stukje, want vanuit de vakbeweging is vooral, wordt al jaren geklaagd over het te veel aan belasting betalen door de werknemer. Maar aan de andere kant zien we ook dat de overheid, u zei het net, een liquiditeitsprobleem heeft. De overheid moet dan minder gaan, als die maatregelen doorgaan, krijgt de overheid minder aan inkomsten. Hoe gaan we dat regelen? Ja, het is een hele uitdaging. Een uitdaging nu. En dan, het is al een uitdaging van een flink aantal jaren hoor. Het belastingssysteem heeft sterke koloniale trekken. Oude wetgeving is dus aan herstructurering toe. Maar dan gefaseerd, omdat je niet alles tegelijkertijd kan veranderen. Maar je moet een groot plan hebben of je moet dat gaan maken. En daar moet je gaan kijken van hoe rechtvaardig is dat belastingssysteem. Kijk, men zegt niet zomaar geef César wat César toekomt. Ja. En, want de Romeinen die hebben namelijk die internationale belastingssystemen geïntroduceerd. En het betekent dus dat die overheid haar collectieve en haar semi-collectieve zaken moet kunnen financieren. En nu heeft ze inderdaad een tekort, enerzijds, maar aan de andere kant ligt er ook heel veel geld op straat. Wat we in ieder geval hebben geconstateerd, al jaren, is dus dat de Rokomans, dat die een hele belangrijke contributie, zeker bijdrage leveren aan de belastingen. Wij schatten, zonder exacte cijfers te kennen, een bedrag van ongeveer 1,3 miljard elk jaar. Maar dat is niet zo'n groot probleem. Het probleem is dat loonbelasting vooral, ik kwijt de Rokomang.
En met name in tijden van een crisis. En met name in tijden waar de prijzen in de winkels continu stegen. Precies. Zie je dus dat je besteedbaar inkomen achteruit gaat. Kijk, vanuit de vakbeweging hebben we daarom de regering eigenlijk al een paar jaren benaderd. En we waren eigenlijk op het punt om overeenstemming te bereiken. Om wat te gaan doen aan die loonbelasting. Ja. Verminderen. En wat de vakbeweging betreft, om helemaal afschaffen. Helemaal afschaffen waarbij die rokomangs dan plotseling kunnen zeggen, er is meer besteedbaar inkomen. Maar als je hem helemaal gaat afschaffen of je gaat hem verlagen, dan moet je alternatieve inkomsten zoeken. Precies. Ja. En wij zijn nu zo ver in de vakbeweging dat we zeggen, dan moet er maar een BTW komen. Een belasting toegevoegde waarde, waar iedereen die belasting gaat betalen, die gebruikt. Maar ook de bezoekers, als je bijvoorbeeld toeristen hebt, die betalen ook mee aan die BTW. Ja. We zoeken het in de BTW en nog andere soorten belastingen. Maar betekent het dat die belastingverlagende maatregelen dan niet meer komen? Ja, ze komen er wel. Ja. We zijn dus verrast door dat hele COVID-gebeuren. Ja. En we hebben in ieder geval een crouderie met de beleidsmakers dat in het plan voor aan steunmaatregelen, dat er speciale aandacht ook aan die rokomang zal worden besteed. Ja. En dat zij dus een faciliteit krijgen tussendoor en dat we dan verder gaan werken om de belastingdruk voor die rokomangs te verlagen. Oké, okay. En u treedt aan per maandag als de nieuwe directeur bij de belastingen. U komt uit de vakbeweging. Is het een beetje conflict van interesse? Want per slot van rekening gaat u het belang van CESA, de overheid, moeten dienen? Ja, kijk, het is altijd een conflict. In de eerste plaats is de functie van directeur van de belastingen is een technische functie. De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de minister van Financiën. De prioriteiten worden bepaald door de minister van Financiën. De directeur kan slechts adviseren, aansturen, eye-openers aanbrengen en dat soort zaken. Als directeur van de belastingen moet je afgaan op de instructies van de politiek in de eerste plaats. Maar in de tweede plaats moet je ook rekening houden met de belangen van de belastingbetalers. Precies. Ja, en die zijn dus de werknemers, de werkgevers en andere burgers. Ja. En je zal dus een balans erin moeten vinden om uiteindelijk, want het gaat uiteindelijk om geld, om veel geld, zal je de balans moeten vinden dat die overheid op een rechtvaardige manier van al zijn burgers en al zijn rechtspersonen middelen binnenkrijgt om haar budgetair beleid te kunnen voeren. Okay. Jammer genoeg, we zijn door onze tijd heen. Ik had nog een half uur door kunnen gaan. Maar Tidena, 1 mei, denk ik dat vakbondsman, Japan Prins Pari, Boskopo Gide Rokoman, de Lukugui na camera dat hij, de tak na de Sranam Rokoman. Hij Rokoman, Fusranang. Usabi tak uden wan teno sang na wa ukankar wa moeilijk ting. Wa moeilijk ting, want alles ma e taki tak saranang de inwan crisis. Ma ulek rokomang, usabi tak aladei, we gaan avroko, du avroko, en eind van moen, eigenlijk kan taki uwan uw money. Usabi tak her tori voor de prijs in de winkel, nou een big probleem voor de rokomang. Maar we kan tegen nu dat rafaxuur, je rokona atori dat hij en asori tak ik kan taki dat er is licht in de tunnel en afaya sande in een tunnel en een afaya voor een trein zou ik om niet doen, maar afaya voor een song. Tak u kan roko go di wa moro betre Saranang, wa moro betre Tamara, di ala den roko mang in Saranang. Grand tangi, Mas Rasender.
En ja, zo so, kon Dorona Kaba van het programma die sa COVID-19 update voor ATV. Isap zijn moest doen voor Nokisa Sikidisi. Wash you anu ala day. Gebruik palm alcohol voor ontsmet you anu. Of gebruik sanitizer. Altijd wash you anu. So furu you kan voor Nokisa Siki. En no fascisma, nogi anu, nogi brasa. En tang sofuru in you also if I can. If you go straat natuurlijk, if you go winkri, we no ma tap you. Maar if you no go na wan presi, ta in you also. Do mooi san na nga you ching, na nga you vrouw, na nga you gezin. En mi denk taki, a san di si san de, so so wan takru dreng, ta as heer san di si ba. Ik wens u verder een hele fijne arbeidersdag vandaag. En vooral een bezinningsvolle. Tot morgen. Nee, tot maandag. Vandaag is vrijdag. Tot maandag voor een nieuwe aflevering van ATV COVID Update. Be safe.